Hallo, lieve mensen. Ik sta op het station Vacatero, waar ik normaal gesproken ook sta. Ik ben nu op weg naar het groepje, het teken- en schetsgroepje. We gaan weer een andere locatie bezoeken. Een plek waar ik eigenlijk nog nooit eerder ben geweest. Dus ik ben heel benieuwd. Tot later. Oh, en ik vergeet helemaal te zeggen hoe mooi het nog hier is. Het is vandaag ook prachtig stralend weer, zoals jullie kunnen zien. Het zonnetje schijnt en ja, het is heel prettig winterweer. Nou, eerlijk gezegd is het bijna voorjaar. Zo'n gevoel heb ik dan. Hallo lieve mensen, om jullie een indruk te geven van waar ik onderweg ben, dat zal ik jullie nou even vertellen. Ik ben vanuit een appartement ben ik dan de bus ingestapt, daarna de trein. De trein van 1 uur heb ik gepakt naar de overkant, naar Centrum Lissabon. Daar heb ik de metro gepakt. Twee haltes overstappen naar een andere metro. Dan een paar haltes. Dan weer uitgestapt. En nu op weg weer naar een andere metro. Dus al met al, volgens mij is het twee keer overstappen. En dan moet ik er ongeveer zijn. Ja, dat is dus de manier waarop ik nou van punt A naar punt B ga. Veel onderweg. Veel openbaar vervoer dus. Nou, ik ben dus het metrostation uitgestapt. En ik ben nu op zoek naar het ontmoetingspunt. En het ontmoetingspunt is dan het, een museum. Een bekend museum hier in Lissabon. Het is trouwens een museum waar ik ook echt een keer naar binnen wil. Maar dat bewaren we voor de volgende keer. Ja, ik heb dus het ontmoetingspunt gevonden. Achter mij zien jullie een gedeelte van het park van het museum. Dus daar is het museum zelf. Ik sta een beetje hoger op. Ik ben even de trappen opgegaan, maar de ontmoetingsplek is eigenlijk beneden. Maar ik wilde jullie het een betere opname laten zien van het park en het museum. Tot later, mensen.